Maandag op zich uh, niet speciaals aan die dag van de week, waar het niet dat dan de podcast van Live Comedy verschijnt, de. Uh, daar zit toch iedereen toch op te wachten, vooral. Uh op mijn praatgast zit ze eigenlijk te wachten natuurlijk. En ik heb uh, wederom een prachtige gasten. Ja, ik mag gasten zeggen deze keer aan mijn tafel. Deze keer, hoewel andere keren een beetje ook. Uh, eentje met een grote wafel. Een beetje, <laughs> Groot bakjes Het aantal one-woman-shows die ze bracht zijn niet meer op twee handen te tellen. Het is dan ook echt een felle. En duidelijk in haar vak een echte klipper. En ik moet het toch echt niet meer uitspreken eigenlijk. Het is Els de Schepper. Dag yep. Els. Ja, Hallo. Hallo. Ach, ik ben zo blij met een extra partieten aan tafel. Echt waar. Ja. Dat, is, dat is echt de eerste keer dat ik ben er lang op moet Ja, Ik denk dat er af en toe ook mannen met titten aan tafel zitten. Maar ja, dan moet ik het dan niet te hard op wijzen. Natuurlijk. Opgelet, hè? want er zit nog een man aan tafel. Ja, is maar... hij met titten of niet? Mm. Nee, nee ik, ik zie ze niet. Ik, ik, keiharde borstspieren. <laughs> um, die zo volumeus zijn dat ze verward worden voor mijn boobs. Voilà. Boobs. En voor degene met gespitste oren, misschien al herkend. Lieve Scheiren zit hier ook. Hallo. Een gedag. Ja, ik bereid altijd maar alleen een gedichtje voor voor onze hoofdpraatgasten. Maar... Saval, so geen enkel probleem. Nu, ik ben wel echt enthousiast dat jullie hier al twee samen zitten. Ik vind het een goede mix zo. Ja, we merk. hadden al direct discussie daarnet. Dus ja. oh, nee, is het waar. Ik was ja. hier even de ruimte net en het is al direct gebeurd. Ja, maar goede discussie. Hè? Dat nee, is ja. niet uh, ja? voor het bestaan van God of niet. Dus, ah, uh, ja. Ja. <laughs> Mijn collega gaf al een goede titel, een werktitel voor de podcast. Deze keer kan hem misschien echt een titel. Maar ik hoorde jullie precies alweer klinken. Jullie hadden de mop ook al gemaakt: Scheren en de Schepper. Hè? Ah ja, ja het uiteraard. Ah, ja. Dat is de perfecte combo. en de Schepper. Ja. Daarom. <laughs> En vandaar kwamen we dus op godsbeelden en atheïsme. Maar ja, we hebben maar een uurtje, dus, gaan... <laughs> eh... ja. dus we gaan dat dan worden we misschien heel ernstig, dus we gaan dat blikje niet denk ik. Ja, het is dat. Nu, en meestal omschrijf ik mijn gasten een beetje voor de uh, luisteraars, voor degenen die misschien minder bekend zijn, maar eigenlijk aan uw stem. En vanaf dat ze uw gezicht zien, denk ik dat ze weten als Schipper En gewoon alleen uw naam al zegt genoeg, denk ik. Hè? Oh, ja, ik, ben... ik ga daar nooit van uit dat mensen mij kennen. Hoor. Ik vind dat... Ja, Zo, ik vind je... dat aanmatigend van mijn eigen. Ik zou dat niet, niet tof vinden, maar uh, ja, veel mensen kennen mij uiteraard wel. Ja. En het is alleen altijd heel erg grappig. En dan heb ik ook jaren aan een stuk op straat. Nu met een bril op, herkennen ze mij minder. Zonder bril en wat langer rood haar, Ja, was dat altijd van: ah, hier zit de kot, madame! Oh, man. <laughs> Echt? Oh nee, sticht, dat had ik, ik nu niet gedacht eigenlijk. Gezij zijn echt schoner als op tv. Dank u. Mag ik hoor? Nu ik reageer ik er zelfs niet meer op. zeg ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Als er, als Hij een, had al Bonux gekocht. Al, ja. En als er een ja, vent bij loopt. Ah, oh, die Lona's daar er ook zie je. <laughs> ja, ja Ja, dat heb ja, ik nog niet mee. loopt niet zo vaak een vent naast me, maar goed. <laughs> maar je hebt ook uh, vroeger veel passages en nu nog op tv ook. En na al je shows hou je zelf de tel nog. Uh, shows weet ik wel. denk, ja, het is de veertiende. Ja, het is de veertiende die ik maak, of gemaakt heb nu en die ik nu aan het spelen ben. Uh, ja. En de uh, ah. meest memorabele van je shows? Goh, dat vind ik zo kiezen tussen je eigen kinderen. <laughs> Welke is, eh, dat is ja, Sophie's Ja, Dat kan ik niet. Ik vind mijn laatste show altijd de beste. Ah, fuck, ja, en deze keer zeker. <laughs> Oh, voilà, ja, en lieve ja, kijkers en luisteraars kennen jou voornamelijk door de start bij neveneffecten. Dat was ook een toevalligheidje bij je, hoe dat, dat is ontstaan, toch? Neveneffecten? Ja. Goh ja, dat is, dat is eerst op papier ontstaan. Ik, ik, ik zat op uitwisselingsjaar in IJsland en Jonas zat in België en wij schreven sketchjes naar elkaar. Mm -hmm. Zonder enig idee wat we daar ooit mee gingen doen. En dan als ik terug in België was, stand-up comedy beginnen spelen. Mm -hmm. En mijn neveneffecten wilden we eigenlijk TV maken. Maar goed ja, als je 18 bent en je komt binnen bij een productie en je zegt: wij gaan een programma maken voor u. <laughs> Allee, dat pakt ze niet. Ja, inderdaad. Maar wij merkten toen dat op podium was er geweldig veel mogelijk. In begin 2000, was echt zo: de comedy boom. En dus daarom hebben we die sketchen dan herschreven naar het podium. En dat was die zinloos geweldige, die sketches. Ja. Zo, ja. Maar dan waren jullie al met vier, hè? Ja. Dat was toch een toevalligheidje, hoe dat dat allemaal bij is. Ja. Zo... ja, wel, in het begin schreven Jonas en ik gewoon sketchjes. En dan zijn we de eerste keer op Man bij het hond zo in de rubriek ja, zonder ja, handen ja. verschenen. Voor de mensen die het niet meer wisten, het was op Rage Against the Machine dat jullie... Uh... Ja. Als konijnen een teddybeer ineens sloegen, was het zoiets? Uh, niet zomaar een teddybeer. Heb je gezien? Ja, ooit heb gezien, De levensgrote teddybeer van de Droomfabriek. Ah, ja, ja, ja. ja. Dat is waar. Dat was die bewuste so teddybeer. Ja, een soort afrekening binnen de plusje knuffelmafia. Ah, ja, ja. Oké. Okay. Um, ja, en toen had Koen dat gezien... En Koen stuurde ons een mail en die zei. Hé, hey, ik maak ook heel onnozele dingen. En dan zeiden we. Ah, zullen we samen onnozele dingen maken? Wat hebben voilà, we dat gaan doen? Jelle zat in de klas bij Jonas. Die ging ja, eerst. Jelle mee. zat in de klas. Bij Jonas. Ja, ja, inderdaad. Ze hadden wel vriendjes. En die mochten op elkaars verjaardag komen. En um, Jelle is eerst meegegaan op tour. Um, ja, Als technieker, gewoon niet echt als technieker, maar als, als de man die de cues kent. Dus die de lichtcues en de, ja. de play, dat was toen met een CD. Hè, en dan zo ja, ja. tijd op play'de. play. En na een tijdje allee, ja, was hij zodanig hard aan het mee brainstormen en meeschrijven dat dat eigenlijk de logica zelf was dat hij mee op het podium ging. Ja, na de zaalshow, na geweldig zinloos de TV-passages. Jullie hebben ook echt een programma gehad, Neveneffecten, Vriesen Marriott. Ja, begonnen. Ja. En uiteindelijk, schijn in de schepping, schuur van schijn, eigenlijk zijn heel heleboel en gebeurt al intussen, hè? Ik denk dat... Ja. Ja, qua, qua tv-werk mag ik niet klagen. Alleen is dit. Goh ja, maar goed, ik ga niet beginnen zagen. Maar tv is steeds moeilijker. Hè? Dus, uh... Ja, er gaat toch eigenlijk niets bovenop het podium staan, vind ik nog altijd. Hè? En ja. die, die directe interactie, je kunt reageren op wat er gebeurt in een zaal. En dat kun je niet, inderdaad, met tv. Alhoewel, dat like ik... Nu, maar dat is bij mij dan de uitzending van mijn voorstellingen. Dat ik daar dan weer. Dat is niet direct natuurlijk. Maar je krijgt wel weer reactie achteraf van mensen. Een hele toffe reactie ook. Ja. Dus dat vind ik dan aan zich ook wel weer heel fijn. Ja. Ja. Maar het groot probleem met tv nu is dat het veel moeilijker wordt om je zin te mogen doen en mm -hmm. om vrijheid te krijgen. Laat ons ja. zeggen, de, de creatieve vrijheid. De productietermijn en het productiebudget. Uh -huh. uh, staan zwaar onder druk. En ja. Het is geen toeval dat zo de, de, uh, ja, de reeks van eigenlijk nieuwe formats en, en vernieuwende tv die je vroeger echt had in Vlaanderen, uh -huh. hè, met, met um, uh, Schalkse ruiters uh, in de ja. Gloria, um, ja, ja, ja. Het Eiland, al dat soort dingen. Dat kan nu niet meer. Hè. Ja, je merkt niet ja, dat dat zo Ja, is dat eigenlijk wat jullie wordt. deden met neveneffecten zo? Vol een bak, één aflevering, aflevering per aflevering, jullie zin doen. Ik denk ja, dat, dat Onmogelijk, was... nee. voor die tijden was dat. Oh, ja. Wat dat betreft, dat komt natuurlijk ook doordat er zoveel veranderd is in het medialandschap. Ja. Alles online ook, komt er ook bij. Het is veel versnipperd, het is veel meer verdeeld. Ja, ja. En jongeren. Kijken online, maar minder tv ook. Ja, ja. Dus is is, allemaal het is heel vluchtig, hè? Ze hebben ja. op twee minuten een ding gemaakt. Ja. Wil ik het zien of wil ik, ik het niet zien? En ze zetten ik, het af. Of ze ik heb echt gemerkt, ook zelfs in theater, dat je uh, de dingen die je maakt, daar waar ik als ik shows kijk van 25 jaar geleden, dan die zijn veel trager. De, ik maak nog altijd vrij lange voorstellingen, maar ieder onderdeel van de voorstelling is veel korter. Ja. Ah, ja. Dus de aandachtspannen is wat dat betreft ook minder. Dus je moet sneller spelen, je moet sneller schakelen. Mm. Dus dat is gewoon onze tijd. Ja, ja, leerkrachten zeggen dat ook, dat de aandachtspannen merkbaar ja. achteruit gaat. Ja. Ja. Allee, ik heb echt nog wel goede hoop op het podiumgebeuren. <laughs> nee, nee, maar even... Ja, ja, ja. ik, ik heb mezelf wel al de vraag gesteld. Stel dat wij nu 19 jaar waren, met neveneffecten, en wij begonnen nu de manier waarop wij begonnen zijn bij Woestijnvis, goed, Jonas had natuurlijk een prijs gewonnen in Katnij op zijn festival, mm -hmm. daar kun je dan een keer een entree mee maken, uh, maar de kansen die wij toen gekregen hebben bij, bij Woestijnvis zijn vandaag volgens mij onmogelijk. Mm. Um, maar wij zouden vandaag zo goed als zeker een eigen YouTube kanaal behouden. Ah, ja, waar dat toen niet bestond. Ja. En goed, dan werkte op eigen kosten en, en in, in, je hebt een heel lange opstart zonder verdienmodel bij YouTube. Mm. Maar dat zouden wij met veel plezier gedaan hebben, want ja, in het begin werkten wij ook ja, ja, bijna, bijna voor niets. Voor niets. Ja, voilà. dan... Maar eigenlijk, um... wat dat betreft, toen ik begon met mijn carrière en het theater heb gespeeld, de eerste vijf jaar, heb ik ook bijna voor niets gewerkt in theater. Ja. Gewoon omdat ik dat wou en omdat ik daar naar voren wou gaan, dat ik dat wou opbouwen. Dat's... Eigenlijk bijna met alles zo. En ik denk dat dat ja. in geen, am, geen enkele tijd anders is, eigenlijk. Nee, nee, het dat is het ge gewoon zeer op een snel andere manier. manier. En dan, zijn ook, dan is het ook zeer snel gedaan. Ik denk, geloof daar nog altijd in. van Dat snel je kop boven het koren uitsteekt, dan, dan is het ook moet rap hem gedaan. Je is snel druk ja, om... ja, maar zo is al rap gedaan. Je moet eigenlijk je skill ook altijd ergens leren. Maar nee? je merkt dat nu ook. Allee, dat was net hetzelfde met comedians vroeger en met YouTubers nu. Die beginnen bijna allemaal op het moment dat ze nog weinig nodig hebben. Mm. Je kunt, het is heel moeilijk vandaag de dag, denk ik zelfs onmogelijk, om te zeggen van, goed, ik heb nu wat tv gemaakt, ik heb nu wat podium gedaan, um, ik heb een gezin te onderhouden, weet je wat, ik begin een YouTube-kanaal. Ja, je, moet, je, moet je moet dat starten als je niets nodig hebt, als je kunt doen wat je wilt, en dan hopen dat je op twee of drie jaar tijd daar iets rendabel van kunt maken. En Stand Up Comedy was net hetzelfde, we gingen optreden voor 50 euro vroeger. Mm. Maar ik was een student, ik had het niet nodig, dat was fantastisch. En als mensen mij vragen, hoe beginnen met comedy, ja, je kunt het beter doen dan als je jong bent en je hebt echt nog niets nodig. En je zit overal graag bij om dat dan te doen, want in het begin, ja, in het begin is, het, is het voor niets dan gespeeld. Ja. Nu, intussen is het niet meer voor niets, denk ik. Els, ook weer een nieuwe show die er staat. Ja. Je hebt besloten om er toch maar geen eind aan te maken. Nee. Oef zeg. Ja. <laughs> ja, maar dat is de titel. Uh. Els, de schipper, heeft besloten er geen eind aan te maken. Ja. Titel met veel uh, dubbele bodems. Uiteraard. <laughs> uh, ja, goh, ik heb altijd wel een, een thema dat ik aanpak uh, waar ik rond bezig ben. Ja. Uh, dit keer is het vrij diepgaand thema. En uh, omdat ik een paar uh, vrienden heb verloren aan zelfmoord mm -hmm. de laatste jaren. En uh, zelf zeer, zeer zwaar ziek geweest. En dan begint het toch wel eens over een paar dingen uh, na te denken. En naar aanleiding van al de zaken die ik heb meegemaakt, uh, ook. Uh, niet vorige december, maar december daarvoor, grote liefde van mijn leven die gestorven is. Mm -hmm. En um, ja, dat heeft een impact gehad. En naar aanleiding, daarvan ben ik beginnen schrijven, voornamelijk eerst nummers beginnen schrijven. En vanzelf kom ik dan weer op voorstelling terecht en op sketchen en op, op, op de grappen, daarin vinden, in dat soort zaken. Die er toch absoluut echt wel in zitten. Uh, en deze keer is de voorstelling geworden die. Um, uh, voor een keer heb ik eens het decor uh, van mijn dromen mogen maken. Mm -hmm. Ik heb dat kunnen maken. Uh, en dat is een heel groot boek op het podium, waar ik eigenlijk vertel over alle dingen die ik heb meegemaakt, over mijn hele gekke, gekke familie. Ik heb echt een zotte familie, waar uh, ik vermoed ook eigenlijk wel wat inteelt in zit. En dat ik daar, daar het resultaat Want van is dat ben. dat is bij jullie ook niet ja. anders ja. daar, We ja. dus jullie dubbele in, neven. In het Waasland is ja, dat ja. ja, dat kan mijn wel, gro ja. Mijn grootvader is namelijk met zijn volle nicht getrouwd en toen is het fout gegaan. Oh, ja. in familie. En ik doe dus een volledige stamboom op het podium, waar ook echt een boom is op het podium, waarin ik eigenlijk alle verbanden uitleg en ja, ja, ja. wie eigenlijk een beetje... En daardoor uh, is uw grootvader... Is ja, ja, ja. En zijn en eigen grootvader. Of mijn, ja, mijn ja. grootvader... Op de duur komt er op nu dat mijn grootvader ook eigenlijk zijn eigen grootvader ja, is, ja, ja. want hij is gaan getrouwd met de nicht van mijn moeder die dan weer en zo gaat het echt verder. Ja, ja. Uh, dus. Uh, want dus dat de. Seluksje lieve, jouw moeder is een zus van de vader van Jonas. Jonas, zo ja. is het hè? Dus en dan mijn dan, ja, nog mijn, eens? mijn ma is de zus van Jonas' en pa en mijn pa is de broer van Jonas' en ma. Voilà. Dus dat zijn ja. twee families die niet gerelateerd zijn. Hè? Nee. Dus... dus daar is wel geen bloedvermenging in. Nee, Al goed, we, zeggen, ja. wel, we zeggen, mij wel. We zeggen altijd, het is geen inteelt, maar we doen alsof. Ja. Ja. Dus, uh, ja. dus daar, daar ben ik allemaal mee bezig in de voorstelling. Om, om gewoon eigenlijk het punt te maken van, kijk, aan iedereen is iets aan. Mm. Daar ga het over. Maar je kunt daar wel iets mee doen. Ik ontleed mezelf ook volledig als een soort dokter, dokter achtig Personage waarvan alles aan verkeerd is fysiek. En zo gaat dat verder in die voorstelling. Uh, ik vertel ook op een bepaald moment over wat ik echt gedaan heb. Ayahuasca, dat zijn de Zuid-Amerikaanse medicijnen. Is dat in, waar je het... van, ja, trippen? Zo. Ja, ja. En heb je, geweldige zelf... geweldige je gemaakt? Ja, ik heb dat oh, gedaan. Nee. Je dat er Be... helemaal vanuit Peru of waar is dat? Uh... Naar, naar, naar Zuid-Amerika, ja. Ja. En, uh, en ik heb dat gedaan. Ik beschrijf het ook in mijn boek. Ik heb naar aanleiding van het, van het boek op de voorstelling heb ik nu ook een echt boek. Dat komt bij ik ben kort uit. En ik beschrijf die wat dat gedaan heeft. Dat is hilarisch. Dat is hilarisch. Zeer pijnlijk, maar zeer hilarisch. Ik wou je zeggen, is dat niet voor iedereen anders? Want je hebt er ook die dat daar een pijnlijk. heel negatieve ervaring ook oh, mee hebben. Ik... Maar altijd wel aan het einde een soort epiphany van ja, weet ik Ja, ik heb wat. zwaar getript. <laughs> Zwaar getript. En, ik ben, en dat beschrijf ik ook... Dat is een sketch in de voorstelling geworden waarin ik uh, ook niet alleen beschrijf dat mijn geest leeg was, maar dat het lichaam nog leeg moest. En wat daar gevolgd is. En dat was... Man, is, man, 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 man. met prentjes. Ik zeg, op dat moment... Ik wist niet dat, tot op dat moment dat er zoveel openingen in een mensenlichaam waren langs waar Hoeveel vuiligheid naar heeft. buiten kan. Maar binnen ook ging ik zeggen, ik ga Ja, dus dat is... Maar ik heb dat echt gedaan, dat heeft mij... Heeft dat heeft me effectief enorm veel bijgebracht. Het oh, ja. heeft mij enorm veel verwerking van, van een aantal zaken gegeven. Ik denk ook dat je dat... Allee, ik denk, je moet dat zo doen op een goed moment in je leven. Allee, nou, ik het... denk dat jong, oud, het maakt niet uit, maar het moet op oh, nee. het juiste moment zijn. Denk dat ik waren ik mensen echt... van over heel de wereld die daar ja, waren. Ja. Hè? En die CEO's, dat was tot iemand die iets uh, uh, had. Yeah. En de, iemand die, die schizofreen was. Die, die Mensen die verslaafd waren. De, van alles en nog wat. Maar dat was zo fijn daar om dat te zijn, omdat je mocht daar compleet zijn wie, dat je, wie, wie je bent met alles 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 en ze begeleiden daar helemaal want dat was mijn psychiater erbij en met dokters erbij ja. omdat dat vind ik zo een beetje gaan trippen om te gaan trippen dat is niet mijn ding nee, ik nee, ben nee, niet van nee, de drugs beetje gecontroleerd, maar uh... dat was echt dat heeft mij bijzonder veel hmm. rust in mezelf gegeven en verwerking van een aantal zaken maar het is, het is heel vergaand, ja. moet ik zeggen. Het is heel vergaand. Wat denkt je, lieve? Wel, maar daar is, is effectief steeds meer onderzoek naar, tegenwoordig, naar therapie... Onder... Drugs, ja. Ja, die drugs. Ja, ja, die onder lichte dosis, maar altijd onder goede begeleiding. Ah, wel, dat is als, belangrijk. Als je ja. gaat doen, hetzelfde. Even duiden, misschien. Ja. <laughs> Don't try this at home. Dus nee, nee. Misschien, nee, goede Dat goede gaat begeleiden. ook niet, trouwens. Ja, wel, want is... nee. Allee, sowieso, denk ik denk dat het redelijk duidelijk is voor iedereen: als je last hebt, last hebt van een geestelijke aandoening en je gaat niet onder professionele begeleiding iets proberen <laughs> met allerlei drugs, is mm. de kans dat misloopt veel groter. Ja, dan en voor die Zuid-Amerikanen, die Indiaanen, voor hen, dat zijn echt de, de kruiden uit, uit de jungle die ze, en waar zij echt ervaring mee hebben. Mm -hmm. En je moet die mensen hebben die daar ook die ervaringen hebben. Want zij noemen het uit, uiteraard geen drugs, maar het, het zijn geestesverruimende middelen. Maar het doet ook wel wat met je lichaam. En, en er is... Er, ik heb toch wel... Daar heel, ik beschrijf het heel mooi in, in dat boek. Uh, en ook de grappige kant daarvan. Maar het heeft mij bijzonder veel de mogelijkheid gegeven om dingen te verwerken. Namelijk dood van... van een, en dat kwam vrij snel nadien. Dat ik... Die, die medicijnen heb gedaan. En dat kwam op het juiste moment, ja. Ah, ja, ja. Amai, ja, ja. ja. Ja, want ik heb het gevoel nu, met deze show, sowieso stop je altijd wel persoonlijk materiaal in, maar Absolut, nu ja. is het echt wel zo... Dus ja, is nu zo, is het meer dan het ooit. Zo, ja. Omdat ik... Denk, ik ben op een punt gekomen in, in mijn leven en, en carrière ook, dat ik denk, weet je wat, jongens, voert allemaal. Ik heb niks meer te verbergen. Pff, ik ben wie ik ben. Oké, okay, ik heb zware dingen in mijn leven meegemaakt. Zeer zware dingen in mijn leven. En niet één keer... <laughs> my, Als je dat... Ja, dat, dat, Daar heb ik een boek over geschreven. Maar met de inzichten die ik daardoor gekregen heb, de, 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 de ervaring die mij daar gegeven heeft, de vergeving, de dankbaarheid om toch... Die dingen die ik ook allemaal in mijn jeugd heb meegemaakt. Daar vertel ik nu over, maak ik ook grappen over in de voorstelling. En eigenlijk is het voor mij dat wat je dan op tv niet kunt doen, hé, mm. is het, in een voorstelling kunnen de mensen omarmen. Mm. Je kunt die. Zelfs letterlijk vastpakken, dat gebeurt ook heel dikwijls. Ik mm -hmm. heb het meermaals meegemaakt dat mensen nadien, als ik zo in de hal rondloop of zo, zeggen: Oh, mag ik u een keer vastpakken? Oh, ja. merci. Ik heb het nu met deze voorstelling, en dat is echt de regisseur en ik, stonden naar elkaar te kijken bij de teksttry-out, dan was het nog maar de teksttry-out, dat iemand zei met tranen in haar ogen voor mij stond en zei: Dank u, dank u. Oh, ja, maar ik, heb terug moed, ja. ik heb terugmoed om er door te gaan. Als dus iemand die er. Blijkbaar meermaals aan gedacht had om er een eind aan te maken. En dat ik mijn punt is daarvan. Je kunt erdoor, je kunt. Maar je moet soms je armen uitsteken en je moet, helpen. je moet hulp vragen, je moet durven. Je moet ook durven kijken naar je eigen, wat is je aandeel. En zorg er absoluut abs uh, na een tijd ook voor dat je er ook de, de zin en de, 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 de humor van inziet. Ja, ja, ja. Want die de, de Ayahuasca, nou. Ik kan u vertellen, Allee, ja, bedoel, het was toch een van mijn meest, uh, hoe moet ik dat uittrekken? Uh, wel uitspattende ervaringen in het leven. En ik denk, ik heb mij nog nooit zo geschaamd, maar als ik aan de kant denk ik, ja, yeah, wel. ik ben een mens. Ja, mm -hmm. yeah. oh. wow. hè? <laughs> ook In september kwam je al hè, met het nummer noodrem. Dat ja, was ook al een dat beetje Dat was mijn aanleiding eerste aanleiding, naar, ja. ja, ja, ja. Naar het topic. Dan wisten we wel een beetje. Hm. Ja, eigenlijk. Ja, en ik had dat nummer geschreven naar aanleiding van de, de zelfmoord van een paar uh, vrienden. Mm -hmm. En um, omdat ik het ja, een absurditeit vind: dat je denk, allee, de constatering dat we in een land leven waar een van de grootste, hoogste zelfmoordcijfers ter wereld zijn. dan denk ik alleen maar, we hebben niet toch allemaal zo goed. Hoe kan dat nu? Hoe mm, kan dat nu? Ja. En dus ben ik daarna gaan zoeken. En voilà, dat nummer is er gekomen. En daar hebben heel veel van de bekenden aan meegedaan. Ja. Dat eigenlijk wel en die omhelzing zat daar ook wel echt in. Ja, hè? In helemaal. Omdat echt daar, echt daar voor mij om gaat. hoeveel dat we ook online zijn en contact hebben en eigenlijk heel de wereld kunnen bereiken. En toch is er zo weinig echt rechtstreeks. Ja, we kijken elkaar niet meer in de ogen. Mm. Dat is het probleem. We kijken niet meer in de ogen. We, we zien het, de lichaamstaal, niet meer van iemand. En... en dus is dat nodig dat we dat, naast het fantastische internet en alles wat dat er is, maar, maar naast dat, moeten we ook terug elkaar een keer vastpakken? Ja. Een keer zo, zonder dat er MeToo aan te pas moet komen, zonder dat gewoon dat. Die verbinding, die mm -hmm. echte verbinding. En dat is dus wat ik met mijn voorstelling altijd al heb gedaan, en nu meer dan ooit. Voilà. Ja. Ja. Bij jou gaat het ook een beetje om verbindingen hè? in jouw nieuwe zaalshow? Of uh, is DNA, ik, ken... ik ben niet zo wetenschappelijk aangelegd. Niet nodig. Is DNA ja. niet zo, ik zeg geen verbindingachtige molecule. Een molecule. Ja. 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 <laughs> nee, want bij jou is het live in Nederland DNA. Ja. Het is een. Je er echt zo twee maten in gewicht. Ik vind ah, ja. dat wel leuk. We zitten in een, in, zeker momenteel in, een, in een, goh, niet in een ander genre, in een andere hoek van hetzelfde genre. Ja, ja. het is dat. Ja. Hè? dat is wel, het is eigenlijk zo... vanuit een ander perspectief, hetzelfde behandelen. Ja. Ik probeer uit te leggen hoe dat, hoe dat DNA werkt. Eh, maar de, de kern van de voorstelling gaat vooral over het feit dat de, de, de kennis van DNA en van menselijke genetica, en wat dat we technisch kunnen tegenwoordig, gaat zodanig snel. ...dat we er niet klaar voor zijn. En niet klaar voor zijn als maatschappij enerzijds, maar ook persoonlijk. Er komen, ja, de persoonlijke DNA-test, binnen dit en vijf jaar wordt dat aan u gevraagd he, door uw dokter of misschien uw verzekering zelfs. Of mm -hmm. Er gaat iemand aan u vragen, zullen we niet gewoon een DNA-test doen? En weinig mensen weten wat ze daar wel en niet uit gaan leren. En mm -hmm. hebben ze dus ook nog niet kunnen beslissen wat ze wel en niet willen weten. Je kunt momenteel wel kleine testjes doen voor... Voor 100 euro online online ja. ja. Je kunt dat online bestellen, een DNA-test. Je kunt het toch iets opsturen en dan uh, sturen ze al uw informatie op. Ja. Maar, dan... maar wat je nu zegt, daar komt dan toch de, de moraliteit ja, bij. Het. bij het pas, hè, van, want dat is hetgeen wat, wat zo belangrijk is: van, hoe gaat je daar dan mee om ja. en hoe uh, veroordeelt, je, beoordeelt, geoordeelt je, je over. Over zaken. En ik denk dat daar een grote, nog een grote sprong in moet gemaakt worden. Maar ja, maar ja. Ik, ik, ik zeg het altijd, ik heb dat al heel lang, wij leven in onze wereld in een collectieve puberteit op het moment. En daar waar er eeuwenlang een collectieve kindertijd is geweest, waar dan de hogere macht, zoals de religie, bepaalde, zo moet jij, hè? religie was God de Vader en de Vader, die bepaalde hoe alle kinderen op aarde zich moesten gedragen. Voilà, we zijn bij de schepper aan het ja, ja, en nu is dat een collectieve Pubertijd, waarin dat al die pubers de hele wereld zegt van fuck you, hè, God de Vader. Hè, en of zeggen van nee, wij bepalen het. Ze, ze, ze proberen van alles uit. Er is heel veel bataille, zoals puberhormonen gaan alle kanten uit. Er is, je ziet dat op collectief vlak, op wereldvlak, mm -hmm. zie je dat echt gebeuren. En te, natuurlijk is de uitdaging van een collectieve volwassenheid te gaan. Daar gaan we nog lang over doen, denk ik. Ja. Daar zijn we nog lang we niet. Maar ik denk echt wel dat dat de uitdaging is van, de, van, van deze wereld, om dat wat, die, 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 die techniciteit waar jij nu over spreekt, die, die ontwikkeling, om die in goede banen te kunnen leiden. Om daar goed mee om te gaan. Wel, ja, maar en dat, dat, is, dat is een beetje het probleem dat momenteel geweldig op, op twee snelheden aan het gebeuren is. Namelijk, ja. in de wetenschap en de technologie gaat het razendsnel. Ja. Um, er gebeuren sensationele dingen en maatschappelijk weten mensen daar niet van, waardoor dat we ook niet klaar zijn om daarover na te denken en daar antwoorden op te geven. Ik geef altijd het voorbeeld van uh, uh, Zuckerberg, mm -hmm. die uh, verhoord werd in de Amerikaanse Senaat. Nee, ja, ja. En dus je zit daar met de hoogste wetgevende macht van. Uh, het machtigste land ter wereld. En die willen vragen stellen aan Zuckerberg over wat is er misgelopen bij Facebook en Cambridge Analytica enzovoort. En op een bepaald moment vraagt een van die senatoren: je kunt dat op YouTube opzoeken, dat is een, een goddelijk beeld. Een van die senatoren vraagt: meneer Zuckerberg, u biedt Facebook gratis aan aan de gebruikers. Hoe kan u dan geld verdienen? Ja. Oeh, die heeft zich daar niet gehaald. Ja, oh, en dus Zuckerberg kijkt even die is een seconde van slag en die denkt van is dat een strikvraag of wat? Ja, ja. En dan antwoordt hij heel beleefd uh, meneer de senator wij tonen uh, reclames op Facebook en die senator kijkt ah that's very clever thank you dat zijn de wetgevers ja, die heeft nog nooit ze wetgever. hebben geen flauw idee en als het over genetica ja. gaat is het net yes. hetzelfde ja. over, over klimaat ook maar daar gaan we niet naar ja, maar, ja. maar als het over genetica gaat is het is het net hetzelfde ja. ze hebben geen idee van wat er momenteel aan het gebeuren is het moment dat het te laat zal zijn wat eigenlijk twee maanden terug was, hè, toen er een Chinees de eerste mens genetisch gemanipuleerd heeft. Dat kan mm -hmm. nu, we doen dat nu. En dan worden ze wakker en denken van, oeh, wat was er aan het gebeuren? Terwijl het is zo voorspelbaar, als je ziet in welke lijn dat genetica momenteel zit in het labo, is het zo voorspelbaar wat eraan komt. Maar ja, de cybermens, dat gaat er toch komen. Dat is well, het ja. verschil tussen mens en robot. Maar de merge daartussen, dat, dat, ja. dat, dat, dat is toch... Ik veronderstel, dat gaan we niet te lang niet meer... Goh, als je spreekt over de bionische mens, hè? Ja, dus de, de mens die technische hulpmiddelen gebruikt, ja, die, die, is er, die is er ja. nu al. Inderdaad, er zijn sommige mensen die zeggen van eigenlijk de moment dat je een bril opzet of een hoorapparaat, zijden een bionische mens. Dat is een hele ja. losse definitie, maar volgens een heel rigoureuze definitie mensen met een um, cochleair implantaat, je, oh, dat je kent. Ja, is dat zo hier van achter? Ja, 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 ik ja, heb dat al gezien. Om ja. te horen, waarbij ja. dat uw hersenen signalen ontvangen. Ja, het is een, een toestel dat geluidsgolven omzet in een elektrisch signaal rechtstreeks in de uw hersenen. Ja, dus dus er, komt geen, er komt geen trommelvlies meer bij nee, 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 kijken. Nee, nee, nee. Ja. En dus in, Scherren, in Team Scheire hebben we gefilmd met een, een jongen mm -hmm. die eigenlijk doof geboren is en onmiddellijk denk ik, na twee of drie maanden een cochleaire implantaat gekregen mm -hmm. heeft, maar dat je niets aan merkt. Hè. Dus die, die, mm -hmm. ja, die volledig spreekt. Die heeft zelfs het accent van zijn streek en zo. Mm -hmm. die zat We waren er op bezoek. Die zat op zijn computer te spelen. Met een rechtstreekse Bluetooth-verbinding van zijn apparaat naar de computer. Dus eigenlijk is hij al verbonden met het internet via zijn hersenen? Via zijn... Zijn, ja, zijn redelijk, de, computer, ja. de computer stuurt rechtstreeks een signaal naar zijn hersenen en nergens in dat hele proces is er een geluidstrilling geweest. Ja. Dat is direct omgezet naar een signaal dat zijn hersenen binnenkomt. We, ah, zijn, geweldig, hè? we zijn met diezelfde ah, jongen naar ja. een, een speeltuin geweest en die speelt dan zo iets verder speelt die op een, op een uh, speeltuig. En hij was iets te wel bezig, dus zijn ma was, stond daar 200 meter af of zo. þeir má náma baxki, þetta er að En die zegt daarin: Zeg, je ze een beetje wild, kun je iets wilde, kunt je terugkomen. Dat ging via Bluetooth, ging dat in zijn hoofd en speelde dat daaraf. Weet je waar ik op wacht? Uh, dat is nu toch al jaren dat ik een zender moet aandoen Bestel voor het te spelen. Dat het ja, ja, ja. zo. Totdat ik gewoon een kleppetje kan hebben dat ze hier batterijen ja. bij kunnen doen in, in mijn lichaam. Dat ik, als ik die zenders allemaal niet meer moet aandoen. En apart aan op mijn rug en om mijn BH zo hangen en zo. Ja, ja, ja. Techniekers zeggen dat altijd: hè. de ideale acteur heeft uh, een mini-jack in zijn oor en een XLR. Ja. 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 Maar we zijn er nog niet. Een producer zegt een ideale een acteur is een die we niet nodig hebben. Ja. Allee, maar lieve, dat gaat ver dan de vraagstukken in uw, uh, in uw show. Ja, en op zich, kijk, zo die bionische mens, de, dat gaat vooruit. En, en de, de ethische vragen die je kunt hebben bij bionische mensen zijn mm. momenteel eigenlijk verwaarloosbaar bij genetica. Het mm -hmm. feit, ten eerste het feit dat we heel veel van onszelf gaan te weten komen. Mm -hmm. Heel veel dingen zitten in het DNA die we nu nog niet weten zitten. Hè? Bijvoorbeeld muzikaal, talent, aanleg om voetballer te worden enzovoort. We weten dat dat er ergens in zit, we weten alleen nog niet waar dat zit. Dat komt eraan. Mm -hmm. En dan komt er bij vragen als je kleine wordt geboren. Wat ga je doen? Ga je hem volledig genetisch uitlezen? in je hem aanpassen, kunnen bestellen? Ik, ah, well, wil, dat is ik wil een voetbaltalentje, voetbal ik wil een volgende Messi of zo. Dat ja. is de volgende stap. Dus dat je... Um, Kinderen uitselecteren kan nu al. Hè? Dus je maakt verschillende embryo's. Je laat die uitlezen voordat je ze inplant en je kiest mm -hmm. eruit wat je wilt. Mm -hmm. Dat gebeurt nu voor hele zware ziektes. Maar wordt sinds kort ook te koop aangeboden om geslacht- en oogkleur te kiezen. Daar zijn we nu. Hè? Dat is ja, ja, ik weet dat, dat ja, ik heb dat gelezen. De ja. volgende stap is, wat dat dus in december gebeurd is: ja. dat je niet verschillende embryo's maakt en daar eentje uitkiest naar je goesting, maar dat je er eentje maakt, het genetisch uitleest, en dingen wegknipt en vervangt die je niet aanstaan. En dan kunnen ze zeggen van: kijk, een heel agressief borstkankergen, als dat generatieslang meegaat en je zegt knip dat weg in de volgende generatie. Het is nu te vroeg, want die techniek staat nog niet op punt. Over 10, 15 jaar gaan we dat waarschijnlijk wel doen. Maar dus moet je als maatschappij allemaal samen een lijn trekken wat je wel en niet gaat toestaan. Waar ligt de grens? Mm -hmm. ja. En dus daar waren... zijn ze volop niet mee bezig. Nee, daar is niemand mee bezig, behalve de genetici die constant aan de alarmbel trekken en zeggen: wij gaan dat hier niet alleen beslissen. Want we moeten dat collectief doen. En dus, zware ziektes uitselecteren gebeurt nu al. Geslacht en oogkleur wordt ook al aangeboden. Wat eigenlijk ook wel op dat is. dat is voor mij geweldig, op en er zelfs over. Er zelf over, ja. Um, Maar, ja, je komt, enfin, je komt altijd bij dat grensgebied waar de maatschappij een lijn gaat moeten trekken en zeggen kijk, ja. zware ziektes doen we wel. Ja. Um, eugenetica. Het beter maken van je kind, daar intelligentie in knippen, daar uh, fysieke uh, schoonheidskenmerken in het gezicht, want gezichtsvorm zit ook in je DNA. Dat hoop ik, gaan we niet toestaan. Nee. Maar er is een heel spectrum daartussen. Hè. Het is niet dat dat twee groepen eigenschappen zijn met de ene aandoeningen en de andere verbeteringen. Dat is een, 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 boel, een spectrum ja. dat, dat gestaag gestaag overgaat. En Iemand, en hopelijk allemaal samen, gaan we daar een lijntje in moeten trekken. Want het gaat geen 15 jaar meer duren, eer het zover is. Nee, maar ja, daar ligt hem natuurlijk inderdaad. In de wereld komt gewoon al niet overeen met elkaar. Dus ja. wie gaat er collectief ah, ja. die grens trekken? Dan gaan ze serieus fouten mee gebeuren over heel de wereld. Het roept veel vragen en veel discussie op, hè? Ja, en... Alleen... En dat moet eigenlijk ook, hè. Het zou moeten vooruit gaan dan eigenlijk. Maar... Het is daarom dat, 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 dat ik die voorstelling ook heel graag speel, omdat mm -hmm. je, je steekt wel iets aan bij de mensen wat ze nog vaak gaan tegenkomen. Ja, ja, ja. um, Alleen los, ja, los, los van de kwaliteit van wat ik doe, het onderwerp, mm -hmm. daarvan weet ik zelfs als ik hier een hele saaie avond geef... Wat ik niet doe, hè. <laughs> dat zeg ik er duidelijk bij. Doe dat niet, hè. Zelfs, zelfs mocht ik een hele saaie uitleg geven, dan weet het nog... In de komende jaren gaan mensen dat telkens opnieuw tegenkomen. Omdat ja. het, het, is, het is eigenlijk al... We zijn eigenlijk al laat hè, om er maatschappelijk over te beginnen. Oh, dat is erg. Ja. Ah, wel, ja. Ik wist niet dat, ja, ja, dat er ik mij ben nog dan... wat paniek tijdens de podcast ging. <laughs> ja, ja dat da, 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 da zeg ik wel ook heel duidelijk in die voorstelling dat mensen ongerust zijn achteraf. Dat vind ik eigenlijk goed, want we zijn niet ongerust genoeg. Ja, maar ja. ik wil niet dat ze bang zijn. omdat nee, ja. Genetica heeft onwaarschijnlijke mogelijkheden. Als we het op het juiste tempo doen, gaan we daar echt waar nu al eigenlijk fantastische dingen mee doen. Ja, Kankerbehandelingen, zelfs milieutoepassingen, dat soort dingen. We hebben, je zou kunnen zeggen, we hebben het vuur terug uitgevonden. En als je dat goed inzet, is dat iets. Ongelooflijk, mag ik het er ook dorp mee afbranden. Maar dat alles. is met alle grote uitvindingen in de wereld of alle grote ontdekkingen in de wereld dat je daar goed en kwaad mee kunt aanrichten. Voilà. Hè? Ja. Dus dat zal waarschijnlijk nooit veranderen. Ja. Ik denk dat uh, al heel veel kennis uh, hier uit deze podcast halen. Valt. <laughs> hebben we het heer? nog niet over het bestaan van de Heer gehad? <laughs> nee, het is dat. Maar ja, de schepper ook... zit hier tussen schoenen. <laughs> nu we gaan we het nog ook over andere comedians hebben en dat doen we in het Comedy-nieuws. Je vaak naar collega's als het zo shows, ik of is daar. Minder probeer tijd. af en toe wel te kijken naar theater en ja. wat er in de buurt speelt. Natuurlijk, als je veel speelt zelf, schiet er heel weinig tijd over. Ja, Dat is wel ja. zo. Maar ik probeer wel. Oh ja. Ja. Ik ga veel te weinig. Vind ja. ik zelf. Om, allee, vroeger, als wij begonnen met de stand-up, stonden wij in line-ups. We waren altijd met ja. drie of vier op de baan. En je kende iedereen. Ik kende zelfs van andere komieken hele stukken van buiten, omdat je daar zo vaak mee gespeeld had. <laughs> Zodra en... spoor je meestal liepen zo. Ja, maar, ja, maar dat, dat, dat is ook fantastisch. omdat je weet wat dat iedereen doet, je steekt elkaar aan, je inspireert elkaar. Je hebt goed zicht op het landschap. En ik, ik weet dan nog, als we zo'n paar jaar voor tv begonnen werken, dat er opeens karavrachte comedians waren, waar ik niets van kende. En ik vond dat heel ambetant in het begin. Dat ik zo merkte van ja, ik ben die voeling kwijt met, met ja. wat nieuws. nieuw is. Ik heb dat nooit, uh, nooit gedaan. We ben bijna achter in het theater begonnen. Maar ik heb dat, wat je nu beschrijft, uh, meegemaakt in het Franstalige. Want ik heb veel in het Franstalige hey, gespeeld. Ja. En dan stond ik ook altijd in line-ups. Dus ik ken al die Franstaligen. Ja. Ah, ik tof. was daar dan de bomma tussen de, de jonge gasten. Maar dat was eigenlijk, vond ik dat, dat was zeer spannend om te doen, ook nog in een andere taal. Ja. Maar langzamerhand de andere kant zeer verfrissend om dat voor uzelf te kijken werkt met materiaal in een, in een taal, taal. Maar werkt mijn materiaal überhaupt voor een publiek dat u niet kent? Dus dat vond dat wel heel, heel, heel bijzonder om dat te mogen doen. Ja. Je ontdekt ook de verschillen tussen al die landen. Dat is zo fijn. Holland ja. Duitsland... De, 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 de clichés zijn er. De Duitsers zijn grundlich. Als ze zeggen dat je 25 minuten moet spelen, moet je 25 minuten spelen. Het speelt geen minuut minder of langer. Hè. <laughs> niet, hè? Niet doen. Ze zijn ook zeer georganiseerd. is in orde. Dat begint ook op tijd. Dat stopt op tijd. De Frans, taal. Alles op je gemak. Dat is allemaal niet geregeld, maar wel goed eten. Dus, wat mij voornamelijk is opgevallen in Frankrijk, is dat wat wij hier mainstream vinden in het soort grappen, vinden zij grof. Ja. Zijn daar veel traditioneler ook in? Ah, ja, nee. dat, 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 gigantische, wat dat betreft hebben we gigantische verschillen tussen landen. Ja. En Engeland is momenteel, naar onze normen, hypergevoelig. Ja? ja? Och, dat is, daar heb ik echt lange van. Lange tenen daarvan? Oeh, wel lange tenen. Het is, het is political correctness en left against right. Je hebt zo die mm -hmm. polarisatie die er zeker onder het comedypubliek veel groter is. Omdat zij voelen zich geweldig geprivilegeerd, als zijnde in Engelstalig, internationaal enzovoort. Mm -hmm. Het comedypubliek is daar heel progressief links. En dus bijvoorbeeld, ik kwam op het podium en ik sprak over een Italiaan. En ik um, zei iets met een Italiaans accent. En dat was eigenlijk niet gepermitteerd. Ah nee? Nee, dat is racistisch. Oh nee, En van, mij konden, ze, van, van <laughs> mij konden ze dat nog half hebben omdat ik zelf geen native speaker was. Mm -hmm. Maar dus een, een Britse komiek die zegt van. En my Italian friend said Hey, what are we going to do? Wordt niet gepikt. Het oh, publiek ja. haakt af. Er is nu. Um, Allee, raar. Mijn, mijn zoontje speelt bij, bij um, Studio Orca nu een, een theatervoorstelling. Mm -hmm. En die gaan ook naar Engeland. Daar zit uh, Ilse de Koe, de actrice, zit mm -hmm. in een rolstoel. Uh, mag niet in Engeland. Je mocht niet als actrice Zelf, die niet kan, die, die dus ja, ja. wel kan wandelen, mocht je niet iemand spelen in een ja. rolstoel in een theatervoorstelling. Dus... Ik We ga dus... wel erg ver over de censuur, is dat eigenlijk al. Hè? Goh, ja. Alles kan, alles mag gezegd worden, alles is online. Maar aan de andere kant moet ik ook niets meer zeggen, want er zijn altijd mensen die zich op hun tenen getrapt voelen. En dat is eigenlijk dat polariserende van, van de huidige tijd, die, heet, die heel uitgesproken is. En daar, daar lach ik gewoon keihard mee. Dus, dus omdat... Neem het niet mee naar Engeland. <laughs> nee, nee, maar ik ga er dan niet mee naar Engeland gaan. <laughs> Ik start met iemand waarbij je gewoon alleen al voor zijn indrukwekkende haardos en zijn baard moet gaan kijken, vind ik. Uh, Jeroen Leenders. Ah ja. Ja, dat is waar, hè. <laughs> Kom bij de nieuwe show. Uh, ik, ik hoor al Ah ja, dus niet onbekend voor jullie, nee, nee, Jeroen Leenders. Collega, de meest boeiende stand-upper van Vlaanderen. De boe meest boeiende. Voor mij wel, ja. Ja, ja. Allee, ja misschien is dat is snel, hè. Misschien is dat comedian's comedian gesproken dan, maar ik vind dat. Uh, ja. Um, Onvoorspelbaar. Never know what you're gonna get. Ja. Maar heel vaak, kloef erop, ja. Dat ja. ja, ja, is finaal. ook wel een atremmenman, man. Ja, hij kan dat echt. Hè? Dat is een kunde. Je moet dat kunnen of niet. Ja. Dat is... Uh... Super. Ja. Ja. ja, en ik zeg het juist, hè, als je wilt weten. Ah ja, wie is dan weer? Jeroen Leenders dat is baard. Ja. Mega baard, ja. mega haardos. Ja. Het is ook wel al eens korter en wat verfrissender geweest. Ja. Of is het nu nog? Ik mm -hmm. weet het niet. Uh, maar hij komt dus effectief, hij komt maar twee keer. Dus je moet er snel bij zijn. Nee. 16 februari in Aremberg. De grote, stond er hè De grote Narenberg. En 9 maart in de vooruit. Ik denk inderdaad een must see ja, voor ja, veel. die winers uh. En daar uh, gaat ook wel vaak de grens over. Hè? Ik denk in Nederland uh, dat hij ja. ook wel eens af en toe. Heeft ook op de fringe gestaan, ik denk deze zomer. Ah, ja. Heeft hij uh, op de fringe een paar, uh, paar uh, uh, café-circuitjes meegedaan? Uh -huh. ah, ja. Ja, dat... Dus Jeroen Leenders is er snel bij. Een beetje een andere koek. Uh, Gilly speelt elke donderdag <laughs> van januari, februari, maart in Apollo Theater in Parijs. Wauw, voor hem. Ja, soms to de mentalist. In het Engels ook, hè? in Vegas zelfs. Ja, ja. ja in dan... Vegas ook. Maar ja, wat, wat hij doet, kan dat ook. Hè? Ja. Dat, heeft, dat, dat, dat is, ja, het is iets dat universeel is, met... wat hij overal kan doen. Hè? Ja, Als je is... de taal spreekt. Ja, het is dat, want dat was ook, ook, ook aan het denken. Jullie twee hebben ook een apart topic voor jullie show. Als je dan moet naar een andere taal, dat is voor u in het wetenschappelijk al helemaal anders. Dat is echt vakjargon bijna. Hè? Voor... Die... Ik heb eigenlijk het grote voordeel dat... dat, dat... Engels is de taal van de wetenschap, hè? Mm. dus het is voor mij niet moeilijk om alle juiste termen te vinden, meer zelfs, ze zitten vaak zelfs in het Engels in en de Nederlandstalige ja, ja, ja. Voors, van... Dus daar heb, daar heb ik chance mee. En ik vind ook van, van qua comedy, hè? want je had het net als ook over, over het feit dat je de, de finesse van de taal moet leren kennen. Ja, ja. Als ik comedy zou moeten doen in het Frans of in het Duits, heb ik nog heel veel werk. Mm. Maar wij krijgen hier in België, zoveel comedy in het Engels binnen, in tv-reeksen, mm. in stand-up mm -hmm. enzovoort, dat je merkt, als je comedy begint te spelen in het Engels, dat je dat heel snel assimileert. En dat is ja. ook bij andere talen... Wow. Ik moet in Nederland mijn grappen al anders formuleren ja, vaak, ja. omdat ze niet vallen. Maar jij switcht, hè? Soms is een punchline ook enkel grappig met een bepaald woord, hè. Ja. Ik heb één ja. punchline waar tournee-general in zit, kennen ze niet helemaal. Het nee, is nee, een rondje. Nee, nee. Dus, en een je kunt, maar je kunt diezelfde mop niet maken met een rondje, want... It's not a funny word. Je hebt heel, in het Engels hebben ze hele theorieën over wat is er een grappig woord. Wat is er een yeah. Banaan is een funny word. En vork is een funny word. Maar ja, dat, ja rondje en toerisme in al. het voelt totaal anders. Ook iets dat totaal anders gaat aanvoelen. We gaan over naar de type van Tom. Dus ik ga Tom eventjes naar boven roepen. Dag Tom. Dag Elisabeth. Die is altijd super vrolijk hè, als die hier boven komt. Ja, je ziet dat hè. Je ziet dat, hè. Ik denk dat hij uit zijn saai, duffen bureau maakt. Ja, dat is echt hè. Oké, de stilo loslaten. Dat dat. Ja. Je gaat de stilo loslaten, in deze keer met een duo, een Nederlands duo. Yes. Wat heb je voor ons deze week? Een tip ons? voor deze week, of voor deze keer, is Ari en Sylvester. Ja. De mensen die al wat langer meelopen, ja. kijk even naar Elze naar Lieve. Die zullen Ari en Sylvester wel, wel moeten kennen van vroeger. Ja. Ik heb ze nooit gezien als duo, maar dat is Sylvester Zwane. Ja, Sylvester Zwane. Ja. En die, heeft, die speelt ook science comedy tegenwoordig. Die, heeft een, ja, die heeft een solo voorstelling over uh, het boek van Bill Bryson, een kleine geschiedenis van bijna alles. Hm. En uh, die ben ik wel gaan zien. Ja. Ja. En? Goed hè? Ja, wel, het is de mengeling natuurlijk: hè. inhoud en, 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 uh, en comedy. Ja, ja leuk. Dus Ari en Sylvester is een, is een duo uh, met Arie Komen, die nadien ook solo gegaan is En zoals lieve zicht. Ook Sylvester Zwanenveld. Um, ze komen een beetje uit de impro-wereld, alle twee. Uh, de Lama's heeft de ja, Ari mm -hmm, ja. Komen een deel van dat gemaakt in 2004, mm -hmm. 2006. Wereldberoemd, hè, uiteraard, de Lama's. Nee. Ja. Maar toen was hij inderdaad al tien jaar bezig met het duo uh, uh, Ari en Sylvester. En, uh, um, zij, zij, uh, Ari is ook grafisch ontwerper, werkt nog altijd als grafisch ontwerper. En uh, Sylvester maakt ook tv-programma's en is tegenwoordig met animatie tekenen bezig. Ja, 3D-animaties maakt hij. Ja. en die heeft denk ik ook nog een prijs gewonnen voor een van zijn kortfilmpjes. Uh, poster ja, heel wat op zijn Facebook. We maar zeker een keer kijken. Ja, okay. Dat is heel, heel fijn, heel mooi gemaakt ook altijd. En de, 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 zeg ik, de inhoud die de Arie Sylvester gebruikte was heel belachelijk onderwerp, maar heel veel visueel materiaal. Die maakte zo. Uh, hadden heel veel audio- en visuele uh, sketches waar ze zelf ook in deelnemen, deelnamen, deelnemen, deelgenomen hebben. Deelnoemen. Ja. Het is vervoegd. Het is uh, begrijpbaar. Deelneemdigen, ja. dat was het. Ja. Nee. Wat ik wel heel leuk vind, want zeker in de tijd was dat heel uh, 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 ja, vernieuwend. En vandaag, toevallig hebben we nu over Eva Krutsen nog gehad, die nu ook heel veel visuele en audio fragmenten gebruikt. We spreken nu over 20 jaar geleden, 23 jaar geleden. Dat zijn, uh, ik vond dat zelf als, als jonge man, want ik heb dat al wel gezien op televisie vroeger, uh, vond ik dat heel vernieuwend en fijn en heel grappig. Uh, ze speelden toen in hun gescripte scènes ook nog heel veel impro. Dus uh, dat hebben ze toch nooit kunnen loslaten. En een klein van dat ik wil vertellen daarover is van. Ik heb. Uh, Je hebt weer aan de toog hangen, Met Pinacillus tegengekomen. Hang ik heel vaak aan de toog. <laughs> en daar komen altijd anekdotes van. Ja. Maar. Ik heb het, uh, het genoegen gehad om in mijn carrière. Denk ik ik, ik wil het even kwijt. maar een paar duizend voorstellingen te organiseren ondertussen. En de allereerste in cabaretten. Ah ja, dus wat eigenlijk ja. mijn allereerste organisatie was, was Arie en Sylvester. Oh, oh. Ja, dus de oude dus kindjes. <laughs> kindjes. Ik ben aan het zien of je nergens de posters staat. Ja, staan, daar, ja. cabaretten, daarachter, maar dat is nog een Nee, dat is nog lager. van anderen. Ja. Een speciaal plekje in je dus, huis. Jawel, ja, maar dat is ook zo. Ik, heb, ik ben. Zij waren de allereerste die ik kon strikken um, uh, en die dat ook in die line-up als allereerste yeah. geprogrammeerd stonden. Staat hij daar niet? Daar staan allemaal Flyers op een rij en ja, de meest linkse de meest bovenaan ja, staat Arie en Sylvester al. als eerste ah, Dat is voilà. de originele ja. flyer over, ja. in 2006. Weet je nog, toen we nog jong en vrij en gezond en waren? Ik had nog geen baard. Zoals. Nee, dat is waar. Mijn haar was En het was donker. nog vorige eeuw. Ook dat. Nee, het ja, was 2006. Net zes. Ja. <laughs> Uh, twee jaar later zijn ze gestopt, maar dat heeft niks met de, met de voorstelling te maken. Nee. Het ah. uh, was trouwens wel een succes, het was heel fijn. Uh, uh, en ik ben ze wel blijven volgen, maar ze hebben nadien maar één programma niet meer gemaakt. De, ik denk de grote Ariel show mm -hmm. Maar die was heel Hollands en die kon dan niet in Vlaanderen gespeeld worden. En dan zijn ze gestopt. Ik heb dat altijd een beetje jammer gevonden, maar als de heren zelf zeggen dat het op was, dan, ja, dan kan dat, dat kan wel, hè, na, tien, na tien jaar mm -hmm. intens werken. Maar je ziet hier nu, je geeft ze tip. Dat wil dat zeggen dat het niet op is het, het is, het is. het is eigenlijk nog altijd op, maar ze maken een best-of. Oh, ah, okay. Dus ze hebben uh, de beste sketches terug uh, van stof gehaald. Geen van de twee heeft een verbouwing of zo. <laughs> ja, Dat is waarschijnlijk. Ja, een dure investering. Dus uh, ze gaan terug, één jaar gaan ze de, de baan op. Ze zijn nu bezig, ze zijn nu aan tour in Nederland. Uh, ik moet de voorstelling nog gaan zien, dus ik kan er daar nog niks over zeggen. Maar het is Ariën Sylvester, dus dat gaat wel superleuk zijn. Niet te moeilijk, niet te gemakkelijk. Uh, ja, Marie, en als het de uh, beste sketches zijn, dan ga ik wel iets fijn wachten. Ja. Ja. En dan kreeg ik op een bepaald moment kreeg ik, uh, een berichtje van Arie en die zei: Zeg, wij gaan terug uh, Toeren. mooi wij in Antwerpen komen staan. En net om de reden dat Arie en Sylvester de allereerste was die ik uh, ooit heb georganiseerd, ja, kon, ik niet, kon ik niet anders dan ja zeggen. Mm. En een, 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 nog een kleine anekdote. Ik ben een jaar of twee, drie geleden, en Elsje waart er ook bij, waar we in Nederland op een, uh, een bal. Oh ja, 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 ja. legendarisch bal. Dat uh, georganiseerd door Birgitte Kaandorp. Ja. Dat is juist, ja. die had ja. mij ook uitgenodigd met... en ik kon toen niet. Alle cabaretiers van België en Nederland. Ja. Dat was, ik heb die foto staan in mijn bureau. Ja, dat is een, ook gewoon al dat dat een bal heet. Dat Echt ik een grote goed. foto met iedereen, maar dat waren hoeveel. 100 of zo. Meer? Het waren er dat meer. Was, meer dan 100 ja, dus, mensen. Ik ja. denk 300 waren ja, Het was een verjaardag van Brigitte Kaandorp zelf, Nee, nee dat het was dus niet een was verjaardag. Nee. Ja, geef, er was al, hoe noemt het? Het stuiterbal. Het, het stuiterbal. Okay. Was en dat, is, en dat is, was toen de tweede editie, denk ik, of de derde. Allee, het was een beetje gegroeid en dan hadden ze een soort van een prijs in het leven geroepen waarin als ze dan prijs doorgaven aan iemand en zij had die gekregen. En moest hij dan doorgeven aan, en ik denk dat die doorgeven is aan Joep van Dijk als ik me nog goed kan Ja, reden. en die moet nog altijd het nieuwe stuiterpaal ja. organiseren voor alle <laughs> oh, maar hij heeft dat altijd niet gedaan. Joep, maar, bij deze. Het, ja. het is dus, uh, wat, wij zeggen niet ja, groot geheim, hè, want dat is iets dat uh, niet, niet voor de industrie uh, geldig is. Dus alleen maar voor de artiesten. Ja. Dus geen managers en geen en, organisatoren. Ja, en Tom en... was mijn plus one, jong, a ah, chance. Ja, ja. Oké, okay. ja. Ik was ook, ook uitgenodigd door Brigitte, dus dat helpt. <laughs> maar ik was aanwezig. Um, en daar heb ik dus, op dat bal, heb ik dus, uh, twee, drie jaar geleden, hè, moet dat ongeveer zijn, ja. heb ik exact tien jaar na de cabaretten, de na heb ik Ariën en voor het eerst terug gezien. samen gezien. Okay. En ik heb er ook een foto van genomen, uiteraard. Mm -hmm. uh, het kan veel veranderen op tien jaar. Dus uh, Ari en zit toch wel ergens in mijn hart, op een, op een speciaal plaatsje. Um, en ik vond dat toch de moeite om dat toch nog eens even naar boven te halen. Er gaan die straatjes vloeien op 24 april. Oh, oh. Ik kan zelf niet gaan kijken. Oh. Oh, dat is nee, wel heel erg, wel teleur. En dus gaan ze dus, uh, komen optreden in de, in de Aremberg mm -hmm. op 24 april. Oh ja, okay. Allen daarheen. Je kunt ook nog andere dingen gaan zien op 24 april, dat heb ik gezien op onze agenda, maar 24 april is Arjen Sylvester. Dank Dankjewel wel. Met veel plezier. Ariën Sylvester, 24 april in Antwerpen. Ik ben benieuwd. Pure nostalgie voor Tom. Ja, we zijn bijna aan het einde van de podcast gekomen. En uh, ja, voor jullie staat er veel op het programma de volgende maanden. Ik denk dat jullie afgelopen maanden ook al heel druk hebben gehad. Yep. En dat ga, jij zei daarnet: dat is gewoon puur verlof voor mij. Dat is vakantie. Spelen is eigenlijk verlof voor mij. Ja. Is, al die dingen daarbuiten, dat is hard werken. Ja. Maar dat spelen is voor mij, pas op, dat is ook hard werken. Hè? Ja, ja. Maar uh, toch is dat eens die première voorbij, dus dat ontspanning. Ja. Dat is plezant. Okay, en... Ja, en een keer dan een voorstelling staat, ja. wordt dat aangenaam. Ja. Maar ja, als je het dan begint te combineren met tv-opnames gelijk ik, dan doe je je eigen dubbele. -de, dub -de. <laughs> okay. ja. de komende maanden dus uh, vakantie voor u, hè. toeren. De... <laughs> <laughs> ik heb dat iets te duidelijk gezegd, denk ik. toen <laughs> <laughs> toch. Nee, hard werken, hard labeur de komende maanden voor u, Els. Uh, en veel plezier maken. Voilà, de baan op mijn veertiende show. Uh, het ziet er goed uit, hè? Op veel, ja, veel plaatsen toeren. Ja, op veel plaatsen. Veel is al uitverkocht. Nog een aantal niet zeker. Dat weet een Tom veel beter dan ik. Mm -hmm. uh, en we gaan door. hè. Voilà. Ik heb het gezegd. Ik word de Charles als van de comedy. Voilà. Ik ga door tot mijn. Hoe oud was hij? 94, zoiets. <laughs> 96. Als ik wow. gezond blijf. We houden nu eraan. hè. Ja, ja, maar ik ga door. Hè. En lieve, jij. Ook zoiets. Zeg eens een goede scientist voor. Uh... Carl Sagan of Richard Feynman of zo, hè? Eh? Oh, ja. Yeah. De twee namen die jij net, <laughs> net zei van de comedy net zeg. En voor jullie allebei kunnen je tickets checken via livecomedy.be. Om lieve aan de slag te zien, lieve Scherren en Elze Schepper. En natuurlijk ook via hun eigen site, elzeschepper.com. Is het juist .be. Komt overal terecht bij A. mij. Voilà. En bij u ook, uh, lieve Scherren. Heel erg bedankt voor Graag uw komst. Gedaan. Ik mag wel nog één leuk dingetje doen, en dat is namelijk tickets weggeven. Oh? Uh, luisteraars kunnen die winnen voor Sarah Millican? Kennen jullie haar? Nee. nee. Ik ken haar niet. Naam al gehoord, maar. Ik kan Denk het als, je haar, als je haar hoort praten, dat is, ze heeft een heel erg. Ik zie Tom zo bieren. Ja, het is waar. Hè? Ze heeft een heel herkenbare stem. Ze is van Engeland ook, maar de show is al uitverkocht. Maar ik kan nog tickets winnen. Uh, en daarvoor wil ik graag weten hoe de autobiografie van Sarah Millican heet. Geen idee. Als Tom al geen idee heeft, dan is het een moeilijk antwoord. Je kan tickets vinden door een mailtje te sturen naar podcast@livecomedy.be. Dank je wel allemaal. Dank je wel, Els. ik sta zitten aan tafel. Merci. <laughs> Merci. <laughs> Graag gedaan.